Het is 1-3 en nu pas komt daar een vertegenwoordiger van de combinatie aangelopen. De partij heeft zich om 2:02 aangemeld. Mm-hmm. En die meneer is even naar beneden om zijn spullen te halen. Dus daar wachten we op. Het is al bijna 3:10 en de gemachtigden van de A-combinatie zijn nog in geen velden en wegen te bekennen. Leden van het hoofdstembureau Paramaribo Kieskring 1. Wij stellen vast dat het nu 3:30 is. En zoals ik met u overeengekomen ben, sluiten wij nu dus deze zitting. De politieke partij zal haar recht zoeken op de wijze zoals hoe iedere rechtspersoon zijn recht zoekt. Wat gaan jullie nou doen? Ik wil daarop niet reageren. Ik wil er niet op reageren, maar u krijgt dat nog wel te horen. Bent u gemachtigd? Was u gemachtigd? Wat is uw naam? Ik ben Leers Dico. Had u weg onderweg? Wat was het probleem? Er kunnen heel veel dingen gebeuren en we praten nog. Ja, maar... Ja? Ja? Het is wel raar dat u nu niet wil zeggen. Mevrouw Amavo, de zitting is gesloten. Bent u zeker daarvan? Ik denk dat ik nog even binnen kan glippen. De zitting is gesloten. Sorry als u me even kunt laten. Ik kan doorgaan naar binnen. Ja, u mag naar binnen, maar de zitting is afgesloten. Wat betekent dat? Wat gaat u nu? Aan combinatie zich niet meer kan registreren. Hoe verder? Gaat u dat doen? Goedemiddag. Ja. A-combinatie arriveert nu pas. Dus A-combinatie arriveert dus na. U bent uitgenodigd om hier om 12:00 te zijn. We hebben bericht ontvangen dat u wat later dan 12:00 zou zijn. Volgens de wet had u de gelegenheid tot 3:00. En... we schrijven nu, ik denk 3:55. Dus de zitting van het hoofdstembureau die is gesloten. Wat dit onderdeel betreft. Wat gaan we doen? Ik heb net al gezegd dat we voor zo'n zorg dat we ons kunnen inschrijven. Dus wat zegt u? Ik zeg... ik heb al gezegd, we zullen voorzorgen dat we ons inschrijven alsnog. Dus dat mocht dat genoeg zijn, denk ik. Nou, u heeft het gehoord. Ik heb geen andere woorden dan wat hij gezegd heeft. Wat waren zijn woorden precies? Ik heb niet gehoord wat hij gezegd heeft, maar precies, dat is ook niet erg. Een beetje gefluisterd. Ja. Dat is nu een kwestie tussen u en de mensen. Is goed, we zullen berichten. Aan onze partij door welke wij dus gemachtigd zijn om ons in te schrijven, zullen wij berichten wat u ons heeft medegedeeld. En hopelijk, u heeft berichten ontvangen. Weliswaar, u was dus wel op de hoogte dat wij dus verlaat zouden zijn. Het is echter uit de hand gelopen. En we gaan ervan uit, we hopen dat er een uitzondering gemaakt kan worden, omdat wij eerder bericht hadden dus dat wij verlaat zouden zijn. Het hoofdstembureau zal zich de zaak beraden met de daarvoor in aanmerking komende instanties en autoriteiten. En we zullen kijken hoe dit zich verder ontwikkelt. Is goed, dan hebben we het gehad. Dank u. Ik hoop dat ik heel gauw, dat onze leiding van A-combinatie heel gauw van uw kantoor kan horen. Wat er verder zal gebeuren. Maar we kijken uit naar een positieve afronding hiervan. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja.
Wat is er eigenlijk gebeurd dat u nu pas hier binnenkomt? Ik heb verder geen commentaar. Ik hoop te volstaan met hetgeen ik daarnet heb gezegd. U kunt begrijpen dat heel veel mensen dat graag zouden willen weten. En dit is uw mogelijkheid om het toch maar te vertellen. Of mag u het niet vertellen? U zult het, ik geloof wel dat u dat later van hogerhand zult vernemen. Want u behoort niet tot de groep hogerhand? U bent niet hogerhand? Ik ben in ieder geval geen voorzitter van geen der partijen binnen Accommodatie. Maar u staat wel op de kandidatenlijst. Is goed, meneer. Bedankt, ik heb u al te woord gestaan. Maar u staat toch wel op de kandidatenlijst? Laten we wachten voor de zaken zich verder ontwikkelen. Staat u op de lijst die u zou indienen? Krijgt de A-kandidatie nog een kans om zijn kandidatenlijst in te dienen? Dat is afhankelijk van de omstandigheden. En de inzichten die er op dit stuk zijn. Dus die worden nu allemaal getoetst. Rijdt u voorzichtig?